toen in de war gebracht. Zag mijn vader die op een kar die mijn moeder trok? Onder die ogen? Nee. Ik geef je het beste stukje vlees in de soep vanavond. Nee. De beste kaas bij het ontbijt? Nee. De zoetste vijgen bij het figuurtje. Nee, jij trekt het daar. Is dat je laatste woord? Laat me niet omkopen, Ali. Het is al goed. Maar zeg niet dat ik je niet gewaarschuwd heb, hè, want met mijn sterke spieren loop ik zo hard dat je verkoudheid krijgt. Ik geef wel een zetje, Marcella. Hou die kerk vlucht. En daarna is het tijd voor een diepe slaap.
Morgen bespreken wij de volgende hoofdtoast. Groot gelijk, Sizu. Leider van de onverschrokkenen. De buurtjes sidderen en beven. Door aan elkaar gisteren aanstoot in de herberg. Maar niemand heeft het gewaagd ons aan te nemen. Laat staan ons aan te spreken. Ja!
rijk zijn nu? Rijk? Maar ja, die stad had een grote brug van 1000 goudstukken per hoog. Hoeveel leveren we? 1000 goudstukken? Maar ja, dat betekent dat wij 40.000 goudstukken krijgen! En hoezo 40.000? Ah, wel ja, we hebben de 40 rovers gevangen. Oh, Ali, mijn dromen, mijn sprookjes vertellen. Tegen de buren zeg je dat er 40 waren. Tegen onze kinderen zeg je dat er 400 waren. En tegen dat we kleinkinderen hebben, zullen het er wel 4000 zijn zeker. Oh. En dan